De Goorelse culturele sector moet flink gaan bezuinigen, met als gevolg dat de afdeling van het factorium in die gemeente geen andere optie ziet dan om vanaf nu verder te gaan als private muziekschool. Op dit moment krijgen drie culturele organisaties, waaronder dus het factorium en ook het Jan van Bezouw en de Bibliotheek, subsidie van de gemeente. In 2023 moet er uiteindelijk 300.000 euro bezuinigd worden. Met deze stap neemt de Dans, Theater en Muziekschool afscheid van de subsidierelatie en zal het factorium dus zelfstandig verder gaan. Dat komt omdat de gemeente serieuze financiële problemen had en heeft. En daar zijn bezuinigingen uit voortgekomen. En een van die bezuinigingen komt neer bij factorium. En dat betekent dat we daar langzaam gaan afbouwen. Dat betekent tegelijkertijd dat we proberen met docenten als zelfstandige ondernemers. Uh, zoveel mogelijk voort te zetten voor die docenten die dat willen, zodat we toch iets van een voorziening in Gorle in de lucht zouden kunnen houden. De stappen die nu door het factorium genomen worden, zijn volgens CYBERS nodig om de culturele instellingen in de gemeente overeind te houden. Maar van harte gaat het niet. We hebben ons hier stevig tegen verzet. Het is uh, hoe dan ook wel een verschraling van de culturele infrastructuur van Gorle. Je gaat wel echt iets missen. Tevreden zijn ze dus niet helemaal bij het factorium. Die tevredenheid lijkt er overigens wel te zijn bij wethouder Jos Waans. In een verklaring laat hij weten dat de bezuinigingen onontkoombaar zijn en dat hij content is met de oplossing die nu door het factorium naar voren is geschoven. De wethouder spreekt van een win-win situatie. Dat, dat idee wat een aantal jaren geleden heel populair was, uh, kunst en cultuur. Ja, dat is voor de bij, dat is gewoon leuk. Maar dat is gewoon niet zo. Dat, dat is gewoon echt niet waar. Als wij niet willen, willen vechten voor een, voor een leven met kunst en cultuur, met dans, muziek, theater, musical, um, waar hebben we het dan over? Hè? Dus uh, ik, uh, daar wil ik wel keihard voor gaan: dat we dat uh, met elkaar goed blijven doen.